Oh, that's for you. Wat heb je voor fles bier gekregen? Een rare vos, maar I think, of ze zegt het is een rare vos. Rare vos, ja, dat is het misschien ook wel een beetje, hè? Want ja, zoveel wereldtitels en überhaupt titels, het is bijna niet meer bij te houden met jou. Ja, nou, ik kan ze zelf nog tellen hoor. Wereldtitels die zijn zeker nog te tellen, maar het is ja, fantastisch. Vijf in het veld. Dat is wel een heel mooi aantal, dat is nu ook een record. Daphne van der Brand maakte het Nederlandse feest compleet door tweede te worden. Maar zelf was ze niet zo tevreden. Ja, Marianne die was ook weg en ik had ook niet de power om terug te rijden. En, het voelde gewoon niet echt goed. En ja, uiteindelijk dan toch nog tweede en daar mag je dan wel heel tevreden mee zijn. Maar ja, het gevoel en de techniek en zo wat normaal mijn sterke punt was, moest ik het vandaag niet van hebben. En ja, dat je het dan toch weer afmaakt voor een tweede plek, dat is natuurlijk wel heel erg goed. Maar in eerste instantie was ik daar niet echt tevreden mee. Het ging goed, maar niet bijzonder goed. Veel foutjes in het zand. En nou ja, op inhoud en kracht kon ik dat nog wel goed compenseren. Maar het was niet fantastisch. Nee, en dan ja, toch winnen. Wat is dat voor gevoel om dan weer die regenboogtrui aan te mogen trekken? Ja, dat was geweldig. En natuurlijk, bij de start maakte ik even een klein foutje. En ik wou meteen het initiatief nemen. Ja, om vervolgens niet meer in diezelfde fouten te verzanden. Ja, dan rij je op kop. En dat is een heerlijk gevoel natuurlijk. Het publiek dat schreeuwt je naar de finish. En dan als eerste over de finish en dan de regenboogtrui weer aan, terwijl helmers. Het is een heel mooi gevoel. Ik kende het natuurlijk al, maar nogmaals, het wordt elke keer mooier eigenlijk. Het verveelt nooit, hè? Nee.